Hi toppertjes, juffie Iris hier en welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag 24 april en we zijn er weer. Deze week is er niet heel veel gebeurd in het huis. Noah kreeg natuurlijk te horen dat hij weer kon gaan werken, want de terrassen zijn weer open. Dus hij was veel op zijn werk. Hij is wel donderdag nog geweest om de cv-kast te gipsen. En papa is vrijdag nog geweest om het soort van te stukken-achtig. Want vandaag gaan ze de cv aansluiten, dus die moest eigenlijk al af zijn. Vandaag zijn ze ook weer druk bezig. Ze zijn om 8 uur volgens mij al begonnen. Ze zijn boven bezig met frames bouwen. Arthur, de stiefvader van Noah, is beneden bezig om de bijkeuken af te gipsen. En papa is daar ook mee aan het helpen. Kijk even mee. Papa is bezig met dit af te timmeren. Netjes. Kijk, Arthur is weer bezig met de bijkeuken verder te doen. En dit is het cv-hoek. Die is al klaar. Het is ook dat hij een mooi wit is geworden. Wat heb jij hier gedaan, pap? Ik heb dit geverfd netjes, want daar komt straks de kachel in te hangen. Oh, geverfd. Ik zei gestuukt. Nee, dit is gewoon geverfd. Gelijk dichtgesmeerd en geverfd. Oké. Okay. Arthur is bezig. En we gaan even naar boven toe. Nou, kijk, dat is het eerste frame. Maar ja, hij komt hier zo. Ja. Hij moet hem hier doen, want hier zitten de gaten. Ja,
frameepjes zijn af. De lage frameepjes zijn af. Van boven? Van boven, kijk. Oh. En dat rond helemaal boven. Volgende keer verder met de grote gedeeltes. Driehoekjes. Maar we hebben weer zat gedaan. Het is hoe laat? Kort voor zes. Het is tijd om lekker naar huis te gaan. En Arthur is ook nog lekker bezig geweest, want hij heeft de bijkeuken bijna helemaal af. Kijk eventjes. Hier de bovenkant. Dus ook de bijkeuken is bijna af. Zat gedaan vandaag. Tot de volgende keer. Daar zijn we weer hoor. Het is vandaag donderdag 29 april. En we gaan weer eens even verder. We waren gebleven bij de frameepjes. Die hadden we onderaan afgemaakt. En we gaan nu verder met de driehoekjes. Papa is afgelopen week ook al geweest om wat gaten te vullen. Dat laat ik je even zien. Wat zijn jullie nu aan het doen? Boven zijn we bezig. Watjes hebben we gemaakt natuurlijk. Ja. In je vorige vlog of deze vlog. Deze nog. In deze vlog. Dus die hebben we gemaakt, hebben jullie net gezien. En nu zijn we ze de stopcontacten en de PVC pijpjes, waar je normaal blaaspijpen van maakt. Die hebben we door te verbinden. En dan nu isoleren en aftimmeren ook al. We gaan even kijken. Dit heeft hij afgelopen week even nu dichtgemaakt. De gaten bij de balken aan beide kanten. Oh kijk, geïsoleerd, toppie en buizen erin. Contactdozen. Want contactdozen, ja. Oké hoor. En jij, wat ben je aan het doen? Nou, ik ga die plaatjes die er straks alweer tegenaan schroeven. Want we moeten door. We moeten door. Oké. Ik heb niet zo heel veel gedaan, zoals je zag. Maar ik ga weer, want ik heb er nog andere dingetjes te doen. Papa en Noah blijven misschien nog eventjes. Ga nog eventjes door. Tot de volgende keer. Weer een nieuwe dag. Het is zaterdag 1 mei. Papa en ik gaan eventjes verder. Nog een klein stukje gipsen. We kunnen niet heel lang door, want er komen vrienden van mijn ouders. Maar kijk wat we kunnen doen. Mijn oom is al bezig met de meterkast aan te sluiten. Dus dan hebben we ook elektriciteit. Toppie.
En papa is gisteren nog met Frank samen geweest. En dan hebben ze nog verder gegipst. We zijn bijna klaar beneden. Papa en ik gaan vandaag verder. Kijk maar mee. Thank you.
Kijk, mijn oma heeft het allemaal mooi, mooi aangesloten, groepjes gemaakt. Ziet er keurig uit. En dat was hem weer vandaag. Een beetje gegips, plaatje gedaan. Mijn oom lekker bezig geweest. Tot de volgende keer.